Hallo, fijn dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Fauna TV, die deze keer geheel in het teken staat van het vissen op karper in het voorjaar. Karpervissen is echt een visserij waarbij het draait om de details en het vissen tijdens het voorjaar is wat dat betreft geen uitzondering. In deze video hoop ik je een aantal tips te kunnen geven die het verschil zullen maken in de toekomst. En dat gezegd hebbende gaan we maar meteen door naar de eerste tip. Zoals altijd begint de vraag natuurlijk met waar gaan we vissen? Nou, omdat de karpers nu net uit de wintermodus komen, het is begin april op dit moment, is het heel erg verstandig om de grote en diepe wateren eventjes links te laten liggen en je volkomen te richten op kleine ondiepe wateren. De karpers die op dat soort wateren zich bevinden, zullen namelijk veel sneller actief zijn, omdat het water veel sneller opwarmt. En actieve karpers eten meer en dus is de kans veel groter dat je die ook weet te vangen. Een voorbeeld van zo'n type water die echt geschikt is voor het voorjaar is het water wat hier achter mij ligt, de Karperveen van Gills & Skills. Daar zijn we momenteel te gast en ik moet je zeggen, dit is echt een idyllisch watertje voor deze tijd van het jaar. Het is klein, ondiep, het is prachtig natuurgebied en je kunt de karpers hier heel makkelijk vinden. En ook dat is erg belangrijk bij het vissen tijdens het voorjaar. Omdat de karpers niet heel veel zullen zwemmen, is het dus erg raadzaam om ook mobiel te zijn, bereid te zijn om veel te verkassen. Want dat is eigenlijk dé manier om karpers te vinden en te vangen tijdens het voorjaar. Het zwemmen doen ze niet, dus zul jij ze moeten vinden. Een van de beste en eigenlijk meest onderschatte manieren voor het vangen van karper in het voorjaar is het vissen met de pen. Zeker op dagen als deze, als het lekker weer is en er niet al te veel wind staat, dan loont het echt om misschien je hengels even binnen te draaien en even een rondje te lopen om het water en even te kijken of je ergens wat karpers kunt spotten. Een handje voer erop, een pennetje erop en het is vaak kassa. Het mooie van het vissen met een pen is dat het materiaal helemaal niet zo ingewikkeld hoeft te zijn. Ik zal heel even kort met je doornemen waar ik momenteel mee vis. Het is een penhengel om te beginnen van de Forst 2OB 13 voet. Schitterende penhengel, hele mooie actie. Net wat meer body zeg maar, wat ik altijd wel fijn vind als je bij obstakels vist of iets dergelijks. Helemaal niet duur. Als ik me niet vergis zit hij net boven de 100 euro. En dat is niet duur voor een hengel met een mooi afgewerkt keurige handvat. Dan een Daiwa Freems molen 3000. Perfect formaat ook voor dit soort visserij. Omdat het molenhuis is heel compact en heel klein. Alleen de molen zelf, dus de spoel als het ware, is wat groter, wat forser. Dus kun je ook als je wat lichter vist met lichtere dobbers, kun je wat verder werpen. Dan een simpel schuifpennetje met een paar loodjes eronder. En een ouderwets paar stukjes mais op de her. That's it. Dus het hoeft echt niet ingewikkeld. En ook al ben je iemand die graag met een vast loodsysteem vist, is het echt lonend om een penhengel in je voederaal te steken. Want het is niet zelden dat als het helemaal doodvalt aan het water voor wat betreft de bodemvisserij, dan kun je echt goede zaken doen. Even de moeite neemt om een rondje te lopen met de penhengel, toch nog even een bodemvis te pakken. Een veelgemaakte fout tijdens de voorjaarsvisserij op karpen is dat er al snel te veel gevoerd wordt. Zoals gezegd komen de karpers net uit de wintermodus. En dus zitten ze helemaal niet te wachten op hele bergen voer die door ons aangeboden worden. In tegenstelling daardoor kun je dus veel beter voor weinig voer kiezen. En dus juist heel veel aandacht aan je aas spenderen. Omdat hetgene wat je aanbiedt natuurlijk wel aantrekkelijk genoeg moet zijn. Nou, ik heb twee voorbeelden meegenomen uit de winkel die allebei net binnen zijn. Ik zal ze even kort met je doornemen. Ik ben een grote voorstander van het gebruik van stick en bagmix in het voorjaar. Eigenlijk het hele jaar, maar zeker in het voorjaar of juist ook in de winter. Deze is afkomstig van Sisimoor, dat is een Live System bagmix. Ideaal omdat je eigenlijk niks meer hoeft toe te voegen. Want pellets, verschillende soorten en alles zit er al in. Het is exact dezelfde bestanddelen als de boilies of in dit geval de pop-ups. En dus ook de dips van gemaakt zijn. Dus het is een mooi compact geheel.
Nou, als je dat aanmaakt met een heel klein beetje water, dan krijg je een heel mooi compact voer. Waar je dan dit soort stikjes van kunt maken. En ik heb ook al een richtje klaar liggen. Zometeen is dit het enige wat ik aanbied. Een klein shot on the hook richtje met een live system pop-upje. En een klein stikje erbij. Meer niet. Is echt niet nodig. Een ander voorbeeld van een heel goed aas tijdens het voorjaar is het gebruik van een pop-ups. Het voorjaar is echt een tijd waarbij het lekker fel mag, lekker zoet mag, lekker overdreven. Het is ook ideale tijd voor aparte rigjes zoals combi-rigs of jot-rigs, dat soort dingen. En mocht je nou geen voorstander zijn van stick and back mix, bijvoorbeeld als er heel veel witvis ter plaatse is, dan zijn dit soort dingen echt ideaal. Dat zijn mierzoete boyjes, pop-upjes uiteraard, verschillende kleuren, zodat je dat goed op de bodemstructuur kunt afstemmen. Je moet altijd zorgen voor zoveel mogelijk contrast, zodat het goed opvalt. Als je dus een lichte bodem hebt, dan zou ik zo donker mogelijke pop-ups kiezen en andersom. En die citrus mix van Nest die ik hier heb, die is ook nog eens een keer voorzien van een spray. En dat is een beetje lastig ruiken natuurlijk door de camera heen, maar het is ook echt mierzoet, echt citroenachtig. En ik heb er eigenlijk bij aankomst meteen na een uurtje had ik de eerste vis al te pakken. Op een jotterig, op een citrus boilie. Dus wat dat betreft zijn dit items die zeer zeker de moeite waard zijn. Maar nogmaals, welk voer of aas je ook kiest, zorg ervoor dat je niet te veel voert. De focus moet echt liggen op het lokaliseren van vis. En die dus met een klein beetje voer weten te verleiden. Dus dat is denk ik eigenlijk het meest belangrijke bij het voorjaarsvissen op kaart. Observeren is heel belangrijk. Normaal gesproken loop je hier zo voorbij. En dan zou je die vis, die kooikarper die hier nu ligt, die mis je gewoon. Ik kan hier alleen niet vissen, want er liggen hier veel te veel takken. Ik zal verderop een richtje droppen. Misschien dat hij eruit komt. Dit was het voor deze week. Bedankt voor het